Werken met peuters. Hoi, ik ben Muriel. Ik werk in de kinderopvang als pedagogisch medewerker op een verticale groep. Je werkt op een verticale groep, dus je hebt ook te maken met peuters. Kun je hier iets over vertellen? Ja, de peuterperiode is de periode na de dreumes. Dus ongeveer 2,5 jaar tot 4 jaar, totdat ze naar de basisschool gaan. En dat is wel dus divers in de ontwikkeling ook waar een kindje zich bevindt. Een kindje van 2,5 kan nog een stuk minder dan 4. Ze zijn de grootste van de groep. Dus ze kunnen ook al veel meer dan de baby's en de dreumesen. Dus het is wel belangrijk dat je ze daardoor ook uitdaagt in hun spel. Ze eten met de pot mee. In principe, dus ze mogen gewoon alles eten, alles drinken, gewoon wat van het ritme wat je hebt in de kinderopvang, in het dagverblijf. Ze gaan ook naar de wc toe. In het begin gaan ze op de wc plassen of oefenen en in de loop van de peutertijd worden ze echt zindelijk. Ze kunnen ook wel goed kletsen, in het begin natuurlijk ook nog wat moeizamer, maar in de loop van de peutertijd kunnen ze zich echt goed verstaanbaar maken. Ze kunnen uitleggen wat ze willen, ze kunnen een eigen mening krijgen, ze kunnen iets vertellen. Aan het einde van de peutertijd kan je ook echt een gesprekje voeren met een peuter. Dus die interactie met een peuter wordt steeds meer. Wat is belangrijk om te weten als je met peuters werkt of gaat werken? Ja, peuters vinden het heel fijn om een ritme te hebben. Dus het dagritme op iedere dag is wel fijn om elke dag een beetje hetzelfde te hebben. Je kan wel eens afwijken, maar dat de basis gewoon hetzelfde is, voorspelbaar. Dat vinden peuters heel fijn. Peuters kunnen ook heel veel herhaling nodig hebben. Het blijven zeggen dat iets niet mag bijvoorbeeld, of dat het gevaarlijk is. Dus herhaling is ook wel nodig. Het geduld wordt wel op de proef gesteld. Dus het is wel belangrijk met peuters ook dat je geduld blijft hebben. Consequent en duidelijk zijn. Vinden peuters ook heel belangrijk. Gewoon nee is nee, ja is ja. En dat heel consequent zijn en duidelijk zijn. Uitleg geven wat wel mag en niet en waarom. Waarom je iets gaat doen of waarom je iets niet mag doen. En is in de peutertijd wel heel erg van belang. Ook voor de taalontwikkeling te stimuleren. Een kindje begrijpt vaak ook wat meer dan dat het zegt. Dus daarom is het ook belangrijk om te praten tegen het kindje en uitleg te geven. Wat nog meer belangrijk is bij een peutergroep is dat je weet bij een peuterleeftijd is dat een kindje heel veel fantasie heeft. Dus daarop kan je inspelen. Het vindt erg leuk om rollenspellen te spelen. Hè, dus te betalen, ijsje kopen, met centjes betalen, doktertjes spelen, kappers spelen. Met de poppen, baby eten geven. Dat zijn wel dingetjes die peuters heel leuk vinden om te doen. In de peutertijd hoort ook wel een beetje driftbuien en de neefase, een beetje dwarsigheid. Dus ze doen niet altijd alles wat je zegt. Hè? Van joh, het is tijd om op te ruimen, we gaan eten. Er zijn genoeg peuters die zeggen nee. Dus ja, het kindje kan wel echt tegenstribbelen. En dan is het ook gewoon belangrijk dat je gewoon rustig tegen het kindje blijft praten. En meestal kalmt het wel vanzelf. In de peutertijd gaat een kindje ook naar de wc gaan. Dus in het begin van de peutertijd is het meer een beetje de veiligheid creëren in de wc. Dus meegaan naar de wc. Soms gaat het op de wc zitten, maar meestal doen ze in het begin nog niks. En in de loop van de tijd wel. Dus het is belangrijk dat je ook de zindelijkheidstraining gaat aanbieden in de peutertijd. En hoe gaan jullie om met die zindelijkheidstraining? Ja, de zindelijkheidstraining beginnen we vaak vanaf het moment dat wij merken dat kinderen interesse krijgen in het plassen en naar de wc gaan. Of dat we van ouders krijgen te horen krijgen van goh, thuis zijn we begonnen met zindelijkheid en nemen we het kindje mee naar de wc. Het moet wel iets leuks zijn voor een kindje. Dus als het echt niet wil, het is niet verplicht. Ze moeten het zelf echt mee instemmen en willen. Wel kan je het kindje natuurlijk stimuleren om mee te gaan naar de wc. En dan in een eerste instantie neem je het kindje mee en zien het ook bij de andere kinderen van goh, het gaat naar de wc, hè, krijgt een papiertje, doortrekken, handen wassen. En in het begin wil het kindje alleen maar kijken, begint het met alleen handen wassen. Na verloop van tijd voelt het steeds vertrouwder en wil het kindje wel op de wc gaan zitten. En meestal is het dan eerst alleen het plassen, wat een kindje durft. Maar uiteindelijk wordt het kindje helemaal zindelijk en doet het kindje alles op de wc. Het komt wel eens voor dat je een kindje wilt belonen. Hè? Vooral een kindje die het heel spannend vindt of nog moeilijk. Met een sticker bijvoorbeeld, dat je een sticker laat plakken. Of een kaartje mee naar huis kan geven. Van, goed, knap gedaan, vandaag heb je 3 keer op de wc geplast. Maar het is over het algemeen wel belangrijk dat je echt de intrinsieke motivatie dat kindjes die hebben.